De Noordzeebrug over het Van Starkenborghkanaal wordt tijdens de werkzaamheden die volgend jaar starten niet volledig afgesloten voor het verkeer. Dit bleek tijdens een informatieavond gisteren in de hoogte. Door eerst één weghelft compleet te vervangen en vervolgens de andere, blijft de brug voor alle verkeer open. Wel moet rekening gehouden worden met enige vertraging omdat de weg tijdelijk smaller is. De Noordzeebrug wordt verhoogd om grotere schepen door het Van Starkenborghkanaal te laten varen. De gemeente Groningen wil meer horeca toestaan in de Gelkingenstraat en op de Nieuwe Markt die bij het Groninger Forum komt. Dit om de druk op de kruising Oosterstraat-Grote Markt te verminderen. Daar is het vaak te druk. Ook wil het college de regelgeving versimpelen. Nu moeten ondernemers zich bij verschillende instanties melden en die spreken elkaar dan ook nog eens tegen. Dat moet eenvoudiger. We proberen ook zoveel mogelijk in te spelen op trends. Wat je bijvoorbeeld ziet is dat mensen graag ook verschillende functies willen combineren. Dus dan willen ze ergens winkelen, een boek kopen, maar ondertussen ook een kop koffie drinken. Of ze willen ergens lekker eten, maar ook er eigenlijk wel heel eenvoudig kunnen slapen. Soms zie je dat er heel tijdelijk even een bepaald horeca-aanbod is. Bijvoorbeeld bij een bepaald festival of iets dergelijks. Maar ja, met al dat soort van trends moet je rekening houden. De PvdA heeft vragen gesteld aan het college over de gevolgen van de bezuinigingen op de kwetsbaarste groepen in de stad. Uit onderzoek in Amsterdam is gebleken dat juist deze mensen door verschillende bezuinigingen tegelijk kunnen worden getroffen. Door alle gestapelde bezuinigingen kunnen mensen in ernstige armoede en isolement komen en het leidt tot een toename van de criminaliteit. De PvdA vraagt het college om te onderzoeken welke mensen in Groningen door de rijksbezuinigingen in de problemen komen. Een voorbeeld wat ik zelf heel schrijnend vind zijn bijvoorbeeld de maatregelen die het kabinet wil nemen voor de geestelijke gezondheidszorg. En bijvoorbeeld IQ-maatregel, dat is voor mensen met een laag IQ. En daarvoor stelt het kabinet voor om eigenlijk de ondersteuning te schrappen. Nou, die groepen hebben eigenlijk geen alternatief.